Goedemorgen, kijk, die weet ook nog precies. Passie in de aanslag. Nou, geweldig. Mark, welkom op Timmerdorp. Veel plezier. Leuk dat jullie er zijn. We gaan dit jaar de Timmer in de Tegenaar kennis. Heb je nog een goede idee gedaan? Ja! Wij staan bij Timmerdorp in Limmen. Jazeker. En we hebben er ongelooflijk veel zin in. We gaan vandaag een kijkje nemen in het Timmerdorp van Limmen. Heb jij een beetje zin in? Ik heb er super veel zin in. Nou, en let's go. Kan jij denk je nog een beetje timmeren? Weet ik niet. Maar dan gaan we hem vast zien. Ja. Kom, we gaan even proberen. Ja. Wij gaan een beetje een schiettent maken. Dus dan leggen we een vloer neer. En doen we er pallets omheen. En dan... dan gaan we zeg maar. Ga je 2 verdiepingen maken? Ga je 1 verdieping maken? Wat is een beetje het plan? Een beetje aan de achterkant zeg maar 2 en dan hier 1, want daar moet je zeg maar schieten. Nee, Sam. Sam, kom maar, dat doe ik. Sam, stop. Wel een beetje leeg. Hebben jullie al een plan wat jullie gaan maken? Snoephapper. Snoephapper. Ja. En hoe gaat dat eruit zien? Kan je dat een beetje omschrijven? Aan een touwtje met een snoepje eraan en dan moet je die happen. Als je er moeite mee hebt, kan je hem ook altijd neerleggen op de grond. Dan leg je de pallet zo op de grond neer en dan sla je er makkelijk in. Hoe goed het gaat? Het is een reuzenrad. Je ziet hier de stoelen. Dus die gaan ze verbinden aan de punten van de hoeken, denk ik. Dat weet ik niet precies, maar in ieder geval dan gaan ze vastmaken en dan gaan ze dus mensen erin zetten. En dan gaan ze hem ronddraaien en dan heb je dus een reuzenrad met mensen erop. Is dit jullie hut? Deze is van mij en van haar. En we gaan er eventjes een hekje omheen maken, want wij hebben dus een glijbaan en een wip gemaakt. En daar gaan de jongens de hele tijd op zitten. Ja, en hij is al bij 2 keer bijna kapot gegaan. Oh nee. Ja, dus... Dan is dit de bar waar we vanavond dingen gaan verkopen. En dan kunnen we ook nog naar boven. En wacht maar, Janieke. Ja. Niet heel makkelijk. Nee, dat klopt. Maar... Dan kan je hier ook gewoon zitten. En lekker chillen. En chillen. Een beetje eten. En wat eten. Ja, en uitrusten. En ja, we hadden eigenlijk een beetje een dingetje om een spookhuis te maken. Maar nu is het iets anders geworden. Oké, wat is het geworden dan? Nou, we hebben daar een sponsorbord sponsorgooibord. Ja. En we willen ook nog iets met blikjes regelen. En hier kan je dan cakejes kopen hier. Er is hier gisteren regen gevallen en toen konden we pannenkoeken eten. En iedereen was al weg en ik was hier over. En overal was blubber en zo. En het regende het helemaal tekeer. En toen hoorde ik ook nog van hem, er wordt ook nog gedaan van dat het werd uitgereikt. Wie hebt de mooiste? Dus moest ik ook nog alles opruimen. Goeiedag Kees Dekker. Goedemorgen. Ik heb gehoord dat u de burgemeester bent van het Timmerdorp in Limmen. Klopt helemaal, ja. Van alles of van alleen in Limmen? Alleen van in Limmen, ja. Ja, we hebben maar 1 Timmerdorp in Limmen. Dus zo'n 14 jaar geleden toen was er in Castricum Timmerdorp, uit Geest Timmerdorp, Akersloot Timmerdorp, Hallo Timmerdorp, alleen in Limmen niet. Toen zeg ik tegen onze voorzitter Jos Hollander, ik zeg Jos, eigenlijk moeten we hier in Limmen moeten we ook een Timmerdorp op gaan zetten. Dus we zijn met z'n tweeën zijn we begonnen. En het eerste jaar hadden we iets van 80 kinderen. Nou zien jullie het. Het verleden jaar hadden we er 200.
Nu zijn de scholen, dus de 8e klasse zijn wat minder en zo. En nu hebben we er iets van 185. Dus het groeit, elk jaar groeit het. En je ziet ook hè, de houtbouwwerken, nou, dat is echt helemaal fantastisch. Maar ook onze apparatuur en zo. Het wordt elk jaar professioneler. Dat wou ik eigenlijk nog eventjes zeggen tegen jullie. Hartstikke fijn. Om dat ook, hoe heet het, te vertonen op de tv. Ja? Nee, super bedankt. Wat is dit eigenlijk? Want we vragen het ons al heel lang af. Nou, dit is eigenlijk een spookhuis. Alleen, we hadden te weinig pallets. Dus we wouden eigenlijk hetzelfde maken hier, of dit. Alleen, we hadden te weinig pallets. Dus, en onze bouwkaart was al vol. Maar toen hadden we er nog een aangebracht, alleen dat mocht niet. We wilden zoiets gaan maken, maar het lukte niet helemaal. Oké. Dus jullie hadden net weinig pallets om jullie droomhuis te maken, jullie droomspookhuis. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, het is nog steeds heel mooi geworden, toch? Zeker. Ja. Ik vind hem de mooiste. Vanavond is de kermis, hè? Kunnen we dan hier ook wat gaan doen? Ja, we gaan touwtje trekken en blik gooien als het goed is. Ja. En we gaan nog andere dingen doen. Ja. Wow, en hebben jullie dit allemaal zelf gemaakt? Met jullie groep. En mag ik dat misschien zien? Ja. Vanavond gaan doen? Ja. Het is wel een beetje rommelig. Moeten jullie het nog afmaken? Ja. Oké. Het ziet er wel al heel mooi uit. Hebben jullie ook prijzen voor thuis trekken? Ja, deze. Alleen maken als je los en dan mag je hem omhoog gooien. Nee, die is voor onze haan, die is voor onze tassen, die is voor onze jas, die is voor onze fietsleutels. En de brievenbus. Ja. Mag ik ze even zien? Hebben jullie ook een brievenbus? Ja, omdat je voor dat ding ging staan. We moeten nog naar de prullenbak toe. Een beetje gebruikt als prullenbak. Ja. Hij zei maar, hij is een hele dikke borsten. Dit is een meisje was. Hey. We hadden het in onze tent dat we met bal gingen gooien. En toen deed hem. Toen deed Kaisje onze shirt. En toen zei hem. Toen zei ik van laten we naar die meiden toe gaan. Oh. Hoi! Gaan we naar beneden? De kaart aan een, vijver. Ja. En dan moet je hier aan trekken en dan kom de kaart omhoog en moet je kijken. Is moet deze gokken welke het is. Ja. En dan haal je zo de kaart. Oké. Ja! Hey, die is voor jou. Hier hebben we een klein tafeltje. Daar gaan we al het eten en drinken op zetten vanavond. Ja. Voor de markt. Wat willen jullie vanavond doen? Er is een markt. Daar kunnen we allemaal dingetjes verkopen. En kunnen we ze dingen laten doen zoals sponsen gooien op je gezicht. En daar gaan we ringen gooien maken. En hier op dat tafeltje komt een klein grijpmachinetje met waar je snoep kan happeren. Dus eigenlijk is jullie hut al eigenlijk de hele kermis? Ja. Okay. En wat hebben jullie nog meer in de hut? We hebben deze bovenverdieping gemaakt. En al onze namen daar. Op zitten en op staan. Goedemorgen. Wat vindt u hier nou van Timmerdorp? Ik vind het geweldig. Ik vind het altijd heel leuk om hier te zijn. En wat ik ook mooi vind is dat ze elk jaar weer een nieuw thema hebben. Ja, kermis. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u van het thema? Ja, ik zag het al een beetje aan het begin. Hè. Dat was de mooie de botsautootjes. Dus weer een heel leuk thema. Vorig jaar was het volgens mij cowboys en indianen. Dus dat was ook heel leuk. En ik ben nu heel benieuwd, want we hebben net pas één hut gezien. En dat was een spookhuis, zeg maar. Een spookhut. Hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd hoe ze het uitgewerkt hebben. Dus we gaan eens even kijken. En kunt u zelf eigenlijk ook een beetje timmeren? Ik kan wel een beetje timmeren. Dat klopt. Zullen we dat even testen?
Ja, dat kan. Heeft de burgemeester het nou goed gedaan? Heel goed. Heel goed. Hier Dave. Dankjewel. We hebben decoupeerzagen voor de pallets te zagen. En voor de verdere rest doen we ons best. Toch? Zeker. En hoe druk hebben jullie het hier nou? Komen hier kids, echt veel kids? Of, Maandagochtend. Woensdagmiddag hebben we het druk en dan is het over. Want we zijn natuurlijk zo uitgetimmerd met die pallets. Ja. En we mogen geen plaatmateriaal uitgeven vanwege het afvoeren. Wat gebeurt er nou met al die pallets? Die pallets die worden verzameld bij de Hogeweg. Bij de Westerweg. En dan worden ze door een knijper in een bak gedaan. Die persen en slaat ze helemaal aan stukken. Dan worden ze afgevoerd naar de houtversnipperij. Dus het is een biologische wijze van afvoeren en gebruiken weer hergebruiken. De houtsnippers die worden weer gebruikt om spaanplaten te maken, eventueel. En in de biomassa gebeuren. Waardoor de centrales weer gebruikt wordt als brandstof. Eigenlijk is het veel beter als het in de fikstoren steken. Ja, duidelijk. Dat vervuilt alleen maar het milieu met veel mineralen in de grond en alle toestanden. Ja. Denk ook even nog aan drinken. Hoe jij doet wel. Ga je nu ook hierin klimmen? Is dat verantwoord? Ja, dat is verantwoord. Ja? Nou, laat me zien. Heel netjes hoor dit. Jullie mogen allemaal je tas en dergelijke in de kindertent leggen. Dan blijft hij mooi heel. En dan bij je hut kun je alvast de zeiltjes, je brievenbus, de slingers en alles wat je mee naar huis wilt nemen, bewaren, er alvast afhalen en ook in de kindertent leggen. Ja, ik ging er wel een eentje onderuit. Dankjewel. De tafel zit nog steeds vast.
geen idee. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Want jullie hebben best wel een hoog, hè? Dus hebben jullie eerst een beetje bovenaan. En dan steeds lager. Vinden jullie het dan leuk, het lopen? Ja. Leuker dan het opbouwen? Ja. En waarom? Omdat het slopen leuker is. Ja, het slopen is leuk. Prima. Ja? Ja. Is het moeilijk? Nee. Nee? Nee. Wat vind je ervan? Alleen grappig. Leuk. Ik vind het wel leuk. Nee. Grappig? Ja. Wat dan? Nou, alles dan stort zo naar beneden, vind ik wel leuk. Je moet wel goed oppassen voor elkaar, hè? Ja. Zijn er nog geen ongelukken gebeurd? Nee, nu nog niet. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Nee? Jullie hut staat nog best wel rechtop. Hebben jullie nog een plan? Hoe jullie het beste... Heel hard trekken. Heel hard trekken. Nou, heel veel succes. Dank je wel.